Hoi, in deze video doen we meetkunde met behulp van vectoren. Nou, als je aan meetkunde denkt, dan denk je natuurlijk aan het meten van afstanden of het meten van hoeken. Nou, beide gaan we doen in deze video en we beginnen met afstanden. Nou, stel ik heb twee punten hier, het punt A, 5, min 6, 4 en B, min 5, 5 en 1. En ik wil weten, ja, hoe ver liggen die eigenlijk van elkaar vandaan? Wat is de afstand daartussen? Nou, de truc is dat ik eerst kijk van, wat is nou de vector van A naar B? Dus die afstand hier, die is gemeten langs de lijn van A naar B. En ik kan hier in feite kijken van een vector van A naar B. Dan is de afstand van A naar B gelijk aan de lengte van die vector. Nou, laten we eerst dan maar eens coördinaten voor die vector opschrijven. Ik schrijf hem dus als AB met een pijltje erboven. En het punt is om daar nu kentallen bij te vinden. Nou, ik zou het eerst gewoon eens bekijken. We gaan van 5 naar min 5 in de x-coördinaat. Dat wil zeggen dat ik stap van min 10 doe. Vervolgens ga ik van min 6 naar 5. Dat betekent dat ik er 11 bij op moet tellen. En tot slot ga ik van 4 naar 1. Dat betekent dat ik er 3 van af ga halen. Nou, niet altijd zijn je getallen zo mooi dat je dat zo makkelijk kan zien. En dan is het goed om te onthouden dat de vector AB is gelijk aan de coördinaten van B min de coördinaten van A. En dat noteer je door dus die kleine vector, kleine letter B als vector zo te noteren, min de kleine letter A. Oftewel, laten we maar eens kijken of daar hetzelfde uitkomt. Dat geeft me dus min 5,5,1 min 5, min 6,4. En zo'n verschil van vectoren moet je uitrekenen coördinaatsgewijs. Dus ik ga eerst min 5 pakken en daar 5 van afhalen. Dan ga ik die 5 hier pakken en dan ga ik die min 6 van afhalen. Dus dan min min 6. Let hierop dat je beide mintekens meeneemt. En tot slot pak ik die 1 en daar haal ik de 4 van af. Nou, narekenen geeft dan inderdaad min 10. Hè, min 5 min 5 is min 10. 5 min min 6 is 11 en 1 min 4 is inderdaad min 3. Dus daar komt hetzelfde uit. Let goed op dat je hier die B en die A niet omdraait. Dus degene waar je uitkomt, dat schrijf je als eerste. Oké, dit is de vector AB. En dan is nu eigenlijk de vraag, hoe lang is die vector? Nou, daar gebruik je de stelling van Pythagoras voor, maar dan de versie van de stelling van Pythagoras in de ruimte. Dat wil zeggen, als ik een vector x, y, z heb, zo, x, y, z, dan is de lengte daarvan, die je noteert met van die absolute strepen eromheen, maar niet te verwarren met de absolute waarde, is inderdaad, net als bij de stelling van Pythagoras, alles kwadrateren. En dan ook die z-kwadraat kwadrateren en daarbij optellen. En dan de lengte van de schuine zijde, in dit geval dan een soort van diagonaal, krijg je door uiteindelijk de wortel te nemen. Dus dit is de formule die we nodig hebben om de lengte van die vector hier uit te rekenen. Nou, daar gaan we. Dus de lengte van AB is, ik zal het even helemaal netjes uitschrijven hier, dat is de lengte van min 10, 11, min 3. Zo. En daarvoor moet ik dus min 10 in het kwadraat doen. Ik moet 11 kwadrateren en tot slot min 3 kwadrateren. Ik tel het allemaal bij elkaar op en ik neem van het geheel de wortel. Min 10 in het kwadraat is 100, 11 in het kwadraat is 121... En min 3 in het kwadraat is 9. Hiervan nog steeds de wortel. En de uiteindelijke antwoord is wortel. Nou, dit optellen is 230. Wortel 230. Eventueel kan je het nog benaderen met je rekenmachine. Maar als exact antwoord is dit natuurlijk prachtig. Je ziet trouwens dat we hier die min best weg hadden kunnen laten. Want ja, min 10 in het kwadraat is hetzelfde als 10 in het kwadraat. Dus, maar goed, hier stond de min 10 dus wel zo netjes. Dat is dus de afstand tussen A en B. En ik kondigde aan afstanden en hoeken, dus dan is het nu tijd voor de hoeken. En er is een prachtige formule in termen van het inproduct waarmee je zo'n hoek berekent. Laten we die hoek voor het gemak maar eens eventjes theta noemen. We kijken dus naar de hoek nu tussen de twee vectoren. De vector die hoort bij A en de vector die hoort bij B. Wat is die hoek? Nou, ik ga gewoon beginnen met die formule en dan ga ik even uitleggen wat er zo in voorkomt. De formule luidt als volgt. Cosinus van theta is het inproduct van de vectoren A en B gedeeld door de lengtes van de vectoren A en B. Oké? Dus let goed op, dit zijn twee verschillende puntjes. Dit puntje staat voor een inproduct
wat dat is, daar hebben we het zo over. En dit is gewoon het product van twee getallen, want die lengtes, dat is gewoon een getal. Oké, dat inproduct. Dat inproduct is een product tussen twee vectoren. Maar het type is dat de uitkomst is niet weer een vector. De uitkomst is gewoon een getal. Nou, laat ik even laten zien hoe je dat uitrekent in zijn algemeenheid. Als a de vector ax, bx, xa, ia, za is. En de vector b is de vector xb, ib, zb. Dan is het inproduct van die twee a in b, zeggen ze ook wel. Eerst het product van de eerste coördinaten, dus dat is xa keer xb. Dan, daar tel je bij op, het vermenigvuldiging van de y-coördinaten, dus ia keer ib. En tot slot neem ik de z-coördinaten, za keer zb. En dit is het. En ja, het is een beetje een raar ding zo. En de manier waarop het eigenlijk ontstond, dit product, waarop de interesse daarvoor ontstond, was ook via deze formule. Ze zagen daar in die teller eigenlijk deze uitdrukking staan. Toen dachten ze eigenlijk van, daar moeten we een naam voor hebben. En dat werd het inproduct. Dus deze twee formules zijn eigenlijk heel nauw verweven. En heel soms zie je ook wel eens dat ze dit als definitie van het inproduct nemen. Maar nu hebben we andersom gedaan. We zeggen, eerst hebben we die formule nodig. Wat is dit nou? Nou, dat moet je zo uitrekenen. Daar gaan we. Hè? Invullen maar. We krijgen dus in dit concrete voorbeeld hierboven dat inproduct. We krijgen cosinus van theta, de hoek tussen twee vectoren, is die in die. Dus dat is 5 min 6, 4 in min 5, 5, 1, gedeeld door de lengtes van die vectoren. Dus dat is 5 min 6, 4. Met die absoluut streepjes eromheen die niet voor absoluut stonden. Min 5, 5, 1. Zo. Nou, laten we kijken wat er uitkomt. In de teller moet ik dus eerst deze x keer die x doen. Dat is volgens mij min 25. Dan die keer die. Dat is volgens mij min 30. Tot slot nog 4 keer 1. Is 4. En we moeten het hele handeltje dus optellen. En wederom, let goed op met de mintekens. Hè. We hebben daar een min van de min 5 en bij die volgende min van die min 6. Dat moet allemaal goed gaan. Ja, de lengtes, dat hou ik kort. Dit is 25 plus 36 plus 16 en dat is 77. Dus dat wordt al met al wortel 77. En dit is, als je het kwadrateert allemaal optelt, is 51. Dus daarvan de wortel is wortel 51. En ja, dit kan je nou gaan benaderen en dan is het ongeveer 0,81, dat doet je rekenmachine dan voor je. En je hebt nu een check, want dit getal moet tussen de min 1 en de 1 liggen. Het is trouwens min 0,81. Het moet tussen de min en de 1 liggen. Waarom? Het moet de cosinus van een hoek zijn. En de cosinus ligt altijd tussen de min 1 en de 1. Als je dat niet goed gedaan hebt, dan is er of iets in die teller fout gegaan met mintekens, of hier ben je een wortel vergeten, gebeurt ook nog wel eens. Dus dan heb je goede reden om eventjes terug te gaan naar je berekening. Nou, als we uiteindelijk de hoek willen weten, hoeven we alleen nog maar de inverse van de cosinus hierop los te laten. Zo, dus die van 0,81. En ja, dit is al een benadering, want die 0,81 is een benadering. En je uiteindelijke hoek is dan ongeveer 125,3 graden. En dat is een stompe hoek en dat past bij het feit dat, dat het hier deze uitkomst negatief is. Het algemeen als het inproduct negatief is, krijg je een stompe hoek. Is het inproduct positief, krijg je een scherpe hoek. Is het inproduct nul, dan krijg je misschien een rechte hoek. Dat is nog iets wat je goed kan onthouden. Nou, dat was het. Afstanden, hoeken met vectoren.